Groet mensen, ik ben zo leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van de PM Modpack Hardcore Edition. Jongens, ik heb er weer super veel zin in en ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gebouwd. Want ik heb best wel iets heel erg vets gemaakt. En bam, there it is. Hoppakee, dit heb ik even gefixt. Het was best wel heel makkelijk. Ik heb 2 shovels heb ik meegenomen en heb ik dat daar. Het is nu allemaal alweer helemaal gras. Hier stond een klein bergje daar. Ik kan het echt moeilijk zien. Ik kan er beter even overheen springen. Woep. Zo, daar stond een bergje. Heb ik even helemaal weggehaald. Al het dirt heb ik allemaal hier neergezet. Nou, ik heb natuurlijk nog wat cobblestone over. Ik heb dat hier gefixt. En voilà. Het ziet er best wel heel vet uit. Het is alleen niet echt gelijk. Ik heb het proberen gelijk te maken. Want zoals je al ziet, het ziet er niet gelijk uit zo. Maar ja, weet je, dat boeit op zich helemaal niks. Want hij werkt. Even kijken, mijn map is nog steeds... Nou, nog steeds geglitcht. Er is niks veranderd. Ik hoor hier een archer. What the fuck doet daar een zombie? Hoe komt hier in het hoekje een zombie te zitten? What the hell? Moeten we hier een torch in leggen? Ik doe het maar voor de zekerheid. What the hell? Wat wij deze aflevering gaan doen, jongens. Wij gaan een beetje een relax aflevering doen. Ik wil vooral even met Magical Crops aan de gang gaan. Want mijn stem trouwens is ook nog steeds helemaal fucked up. Ik kan niet lang praten en ik wil mijn stem ook heel erg besparen. Wat wellicht handig is. Ik wil heel erg graag een enchanten. Want. Oh, trouwens, deze hier was een creeper ontploft. En al deze chesten waren ontploft. Ik heb wat gered. Voor de rest viel alles naar de zeebodem. Dus ja, dat is ook nog heel erg crap. Maar dat maakt niet uit. Want als het goed is, had ik mijn zwaard nog. En die zit hier. Ik wil looting 3. Wil ik op mijn andere zwaard hebben. En als het goed is, heb ik hier een anvil. En ik ga even kijken of dat mogelijk is. Het is niet mogelijk. Ik weet niet trouwens. Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Als je... Moet ik wel even kijken of ik het heb. Voordat ik ga zeggen wat ik wil doen. Want dat is een beetje een hele erg anticlimax. Ik heb geen boeken meer. Mijn boeken zijn op. Like, for real. Ze zijn gewoon gone. Dat is heel erg crap. Want ja, ze waren natuurlijk kapot. Ze vielen hier helemaal naar beneden. Maar als ik een boek had, dan kon ik het misschien wel erop zetten. Ik weet alleen niet zeker of dat zo werkt. Maar als het zo werkt, zal het hartstikke fijn zijn. Zo, we pakken hier even al het loot vandaan. En hier zit ook geen boek in. Ja, er zit wel een boek in. Alleen niet echt iets wat ik nodig heb. Dan halen we dit er even snel even uit. Zit hier toevallig nog wat in. Hier zit ook echt helemaal in niks in. Absorption 2, Unbreaking 1. Ik ga proberen deze te repareren. Te enchanten. Even kijken of het mogelijk is. Want ja, level 30 enchant op deze legging zal hartstikke fijn zijn. Ah, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, dat is heel erg jammer. Maar dan kunnen we altijd nog dit proberen. En dit werkt wel dus. Unbreaking 3. Ik kan dus hier wel gewoon enchant opzetten. Dus ik moet gewoon even weer boekjes gaan verzamelen. Wow, oké, duplicate glitch. ik moet gewoon even heel veel boekjes verzamelen. Want dan kan ik het er allemaal opgooien. Wat natuurlijk super chill zal zijn. Ja, nee, helemaal goed. Helemaal top. Eerst even slapen. Dat kan natuurlijk niet. Want dan spant er een monster. En ik weet niet waar mijn zwaard is. Hier zo. Kom hier. Yeah. Get out. Nice. Kunnen we nu slapen? Oké, we kunnen gaan slapen. Het heeft een zoveel procent kans dat er een monster kan spawnen. En dat is natuurlijk niet fijn. Ik heb hier trouwens ook een nieuwe machine gemaakt, zoals je al ziet. Een basic factory heb ik hier gemaakt. Nou, dat leek me wel heel erg handig om te hebben. Want ik... obsidian heb ik. Want dan kunnen we gewoon heel makkelijk kunnen we dit doen. En dan kunnen we autosort aandoen. En dan hoppakee. En dan krijgen wij heel, maar ook echt ontiegelijk veel ladder. Wat natuurlijk super chill is. En zo kan ik uiteindelijk een beetje gaan uitbreiden. Maar, jongens, ik wil gaan enchanten. Nee, ik wil boekjes. Ik heb boeken nodig. Moet ik dan wel weer op avontuur gaan? Nee, ik zie hier er één. Oké, we gaan hier naartoe. Oké, mag ik maar eens even nemen. Boekje. Zo, there we go. Oké, jongens. Hey, waarom is hier niet? There we go. Fuck, we gaan daar naartoe. Want ja, ik heb het toch wel echt nodig. En het is ook best wel heel handig om het even, ja, te hebben, om zo te zeggen. Een paar boekjes. Dus ja, let's go. Let's do this. Ik hoop dat het gewoon gaat lukken. Dat ik niet dood ga of iets. Dat zal best wel heel erg naar zijn. Maar een paar boekjes om mee te enchanten zal hartstikke chill zijn. Want dan kan ik dat meteen op mijn leggings gooien. Ik ga eerst mijn leggings repareren, als het mogelijk is. Daarna gaan wij nog een quarry maken. Of het mogelijk is, dat weet ik nog niet. Want ik weet niet precies hoeveel diamond het kost. Kost het goed. Diamond, iron en gold, als het goed is. En ik denk dat ik het wel heb. Alleen, ik weet het niet 100% zeker. Dus ja. Wat is dit hier? Oh, dat is zo'n totempaal, of niet? Dat is goed dat daar zo'n totempaal.
We zijn al vlakbij. Je kan het al zien op een minimap. Dus dat betekent dat het lekker dichtbij is. Wat super nice natuurlijk is. Hoppakee, we kunnen gewoon lekker omhoog. Dat is zo nice. Dat is echt zo nice. Dat ik gewoon kan shift klikken. Bam, ik zweef. En hier, als het goed is, liggen nog boekenkastjes. Die wij gewoon even lekker kunnen looten. Oh, careful, careful. Yeah. And there we go. Kijk, hoppakee. Wat bedoel ik? Ik weet dat dit nep is. Kunnen we er overheen lopen? Oef. Yes, we can. Right, dus ik hoef eigenlijk niet alles mee te nemen. Heb ik toevallig mijn ex mee? Nee, hè? Ik hoef niet alles mee te nemen, maar dat doe ik wel. Want ja, het is wel fijn om gewoon lekker veel boekjes te hebben. We hebben er nu 6. Eigenlijk is 6 meer dan genoeg, maar boeien. Maakt ook echt helemaal niks uit. Deze boek gaan we zometeen level 30 enchanten. Of iets lager enchanten. Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Ik denk level 30 enchanten, want ik wil absorption op zo'n boek krijgen. Want dat lijkt mij het allerbeste. Dus ik ga level 30 enchanten. Ik denk toch wel dat het heel erg nice is. Oeh. Oh, ah, ik dacht dat het eggs waren. Droppen is zo toevallig eggs. Als jullie eggs droppen, dan ben ik hartstikke blij. Maar dat droppen ze niet, dus ik ga ze maar killen. Auw. Auw. Oh my god. Kill them. Kill them with fire. Right. Oké, we hebben cooked chicken. En we hebben ook wat feathers. Nou, die neem ik wel even mee. Hey there. Hey there, chicken. Oh, wat is dat? What the frick is dat? Is dat nog niet gerenderd? Of oké, het is nog niet gerenderd. Nee, het ziet er heel raar uit, ook uit op mijn minimap. Het is iets heel anders. What the frick is dit? Het is gewoon een boompje. Met glowstone en obsidian. Ziet het eruit? Ja. En endblocks. Geen flauw idee wat dit is. Echt geen flauw idee. Met spawners, met blaze spawners. Oké. Okay. Laten we die blaze spawners maar even kapot gaan maken. I guess. Dat is 1. En springen we eroverheen. En dat is 2. Right. Oké, okay, weird. Heel erg vreemd dit. Maar oké, okay, zit hier toevallig wat onder dan? Er zit ook echt helemaal niks onder. Misschien zit er wel wat in. Dat zal best wel kunnen. Ik denk dat het gewoon een random boom is. Ik denk dat het gewoon leuker uitziet of zo. Ik heb werk, geen flauw idee. Gewoon iets waar je denkt van, oh my god, daar zit waarschijnlijk vet goede loot. En dan ga je daar naartoe en dan zit er echt helemaal niks. Ja, er zit ook niks. Misschien hierachter. We gaan er gewoon even hakken. Nee, oké, okay, ook echt helemaal niks. Oh, beetje lek. Maar wij springen maar weer gewoon verder. Want ja, oeh, een huisje. Oeh. Oeh, en daaraan ook nog een tempel. Ik word weer helemaal afgeleid. Nee, ik ga dit niet doen. Nee, ik ga dit niet doen. Ik wil thuis. Tenminste thuis. Ik wil bij mijn, hoe noemen we het eigenlijk? Is het mijn huis? Het is eigenlijk wel mijn huis, hè? Oh, careful. Ik wil niet doodvallen nu. Ik moet daar nog heel veel doen. Ik moet, alle ores moet ik gaan smelten, wat heel erg belangrijk is. En ik wil ook nog even met magical crops aan de gang, wat ik ook af moet maken. Dus ja, ik moet niet afgeleid worden en nog meer dungeons gaan doen. Dat is ook veel te gevaarlijk, want ik moet natuurlijk gewoon sterker worden. Ik kan ook gewoon chill gaan enchanten nu. Kijk, hier heb ik niks meer aan. Doe je blaze spawners. Oh my god, wat veel enemies hier. Holy crap. Holy crap. Ik moet ook nog even iets doen met mijn, weet je die dingen? Kous. Is ook best wel heel belangrijk dat ik daar even wat mee ga doen. Ik weet alleen nog mijn godsnaam niet wat. Ik zal wel zien. Misschien laat ik ze daar beneden wel. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Dus laten we maar gewoon even lekker gaan enchanten. En wat gaan we krijgen van de enchant? We doen gewoon level 30. Oeh, efficiëntie. Efficiëntie. Oké. Okay. Nou, dat is ook best wel heel chill om te hebben. Voor mijn pickaxe natuurlijk. Alleen, ja, nu heb ik er niet echt veel aan. Ik wil wel voort. Oh, hey, wacht eens even. Wait a second. Als het goed is, had ik een fortune pickaxe gevonden. Yes, ik had hier een fortune pickaxe gevonden. Oh yeah. Dat is echt super nice, want die hebben we nodig. Shit, ik heb geen lava meer. Ik had hier zoveel moeite om hier heel veel lava in te stoppen. Dat is nu allemaal weer op. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Daar gaat het om. Dat het, ik bedoel, het werkt. Daar, dat is het belangrijkste. Maar dan gooien we dit er maar weer even al. Oh, nog meer led, blijkbaar. Nee, ik wil niet autosort. Get out of my way. Zo, dan gooien we hier nog even wat tin dust bij en wat iron dust. Dan krijgen we superveel iron. Dat is ook super nice. Ferrous ore, gold ore. Gold ore wil ik ook heel veel hebben, wat natuurlijk ook super fijn is. En dan kunnen we dat allemaal hier uiteindelijk in gooien. Ik heb hier nog wat iron dust. Aluminium dust. Sulfur, dat kan ik niet laten. Dit kan weg. Daar heb ik niks meer aan. Voor de rest ziet het er ook allemaal gewoon goed uit. Coal kan hierin. Ladder kan hierin. Check hoeveel ik heb, jongens. Dit is echt super nice.
Echt super nice. Oké, maar mijn vraag was, is dit mogelijk? Ik denk het niet, hè? Ik denk niet dat dit mogelijk is. Nee, hoe kunnen we die fortune eruit halen? Kan dat zo? Zo kan dat denk ik ook niet. Het moet natuurlijk van hetzelfde zijn. Ik denk dat we... Oh my god, nu is hij weg. Oh nee, niet, hij staat daar. Ik denk niet dat het mogelijk is om... Of we moeten een disenchanter maken. Disenchanter. Ik kan beter gewoon enchanter invoeren. Even kijken. Auto-enchanter, auto-disenchanter. Ik hoef geen auto-disenchanter. Ik wil gewoon een disenchanter. Ik denk niet dat het er is. Disenchanter. Alright, dan gaan wij maar gewoon een disenchanter maken. Dan hebben we nether bricks nodig. Auw. Nether bricks. Kunnen we die makkelijk fixen? Daar is één oplossing voor. Gewoon even kijken. Even spieken. Als het goed is. Hier zou best wel nether bricks kunnen zitten. Dat weet ik niet 100% zeker. En is er hier toevallig ook eentje vlakbij? Niet dat ik weet. Maar nether bricks hebben... Wat de fuck gebeurt hier? Ik sprong heet het omhoog of zo. Oké, ik heb werk geen flauw idee wat daar gebeurde. Nog meer gold erin gooien. Hoppakee. Dit pakken we er weer even uit. Dat kunnen we weer even hierin gooien. Nice. Maar dus we moeten een auto-disenchant maken. Ik denk toch dat ik daar eerst voor ga. Want dan krijgen wij een fortune pickaxe. Wat echt ontiegelijk fijn zal zijn. En dan kunnen we dit er ook allemaal uithalen. En dan hebben we nog ook looting 3 hebben we erop. Wat heel erg belangrijk is. Zo, Arun. Dus halen we er even uit. Dat gooien we er even weer hierin. Waarom werkt die niet? Het energie is op. Ze moeten ook nog even wat lava halen. Is ook wel even belangrijk. Hoppakee, dit kan hierin. Dit kan zelf hierin. En deze kunnen daarin. Hoppakee. Right, dus wat gaan we eerst doen? Dat is de vraag. We gaan, denk ik... eerst mijn bags even leegmaken. Dat is misschien wel even belangrijk. Ik ga hier gewoon mijn troepjes maken. Hoppakee. Alles wat ik niet nodig heb, kan ik hier lekker in pleuren. Zo. Oh, deze heb ik trouwens nodig. Deze heb ik sowieso nodig. Deze kan hier. Hoppakee. En die iron door kunnen we ook hierin zetten. Dus... Deze hoort hier niet. En deze hoort hier ook niet. En oh my god, wat een vreselijke beest zijn het. Serieus. Get out of my way. Zo. Jij ook. Doei. Right? Ik hoef jullie niet meer te zien. Hallo. Hey, kous. Nee, maar ik ga dat denk ik gewoon een andere keer doen. Ik ga denk nu even nieuwe boots fixen. Lijkt me wel even handig. Even kijken. 1, 2, 3, 4... We hebben hier trouwens ook nog echt ontiegelijk veel osmium ore. 41. Holy shit. Nog meer XP. Nam. Ik wil even 10 worden, zo snel mogelijk. Crafting bench. Al mijn crafting bench zijn kapot. Hè? Al mijn crafting bench zijn ook gewoon weg. Ook gewoon hier. Ik had hier ook vet veel crafting bench. Zijn ook allemaal weg. Heel vreemd. Heel erg vreemd. Hout. Hebben wij nog hout? Hebben wij überhaupt nog saplings? Daar gaat het eigenlijk om. Ik denk niet dat wij saplings hebben, hè? Ik denk het niet. Nee, dat hebben wij niet. We hebben ook geen sticks. Hebben we sticks? Hallo, hebben wij sticks? Nope. Dat is niet zo prettig. Want dat betekent dat wij even... snel wat hout moeten collecten. En ik denk... Hé, dat is eigenlijk wel een hele goeie. Ik ga gewoon even snel een wood farm maken in mijn garden. Ik denk toch wel dat het heel handig is om even snel een... heel veel bomen, heel veel saplings even te collecten. Vooral omdat ik nu geen axe heb. En vooral omdat ik heel weinig hout heb. Is het best wel heel erg naar. Want je hebt natuurlijk gewoon heel veel nodig. Hoppakee. Dat is nou juist zo super chill eraan. We hakken gewoon even één boom weg. Genoeg saplings. Gaan we meteen weer naar boven. En dan gaan we in dat nieuwe vakje wat ik eigenlijk heb gemaakt. Daar gaan we onze tree farm even maken. Tijdelijk. Want daar ga ik met Thorncraft natuurlijk aan de gang. Lijkt me super handig. Het wordt avond. Dus ik moet even snel weer weg. Poing. Doei. Oh my god. Mijn oude crib daar nog. Geniaal. Dus eigenlijk dat ik ben eigenlijk heel kort nog bezig. En ik heb dit al neergezet. En het ziet er ook echt best wel heel erg vet mooi uit, vind ik. Dat is best wel... Ik ben trots op mezelf gewoon. Poef. En kijk, dan kunnen we deze even hier neerleggen. En dan kunnen wij meteen even met ons bone meal aan de gang. Hoppakee. There we go.
Dat is wat ik wil zien. Hoppakee. Super nice. Nou, er staan daar trees. En die gaan we zo meteen even hakken. Maar als allereerst gaan wij dit even snel doen. Want hier zijn er ook nog echt super veel van. En meteen weggooien. Hoppakee. Blijft gevaarlijk vinden. Ik moet echt een def slash nul dingachtig. Iets wat een hele rare naam heeft maken. Is denk ik ook echt heel erg nice om even zo snel mogelijk te maken. Hoppakee. Hoppakee. Ik krijg hier ook best wel veel van. Ik heb er al zo ontiegelijk veel nu. Dat is zo nice. Is ook gewoon veilig om te pakken. En dit denk ik ook allemaal. Yes. Nice, 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 nice. Magical seeds weer. We hebben er 22 van. Dus ik denk dat het wel... ik denk dat we meer hebben gekregen, of niet? Ja, we hebben er meer gekregen. We hebben er 2 meer gekregen. Dat is super nice. Dus we moeten weer gaan uitbreiden. Maar kan dat aan de andere kant toevallig? Ik denk wel dat het aan de andere kant kan. Maar ik wil het niet aan de andere kant doen. Maar oké, fuck it. Ik gooi er gewoon eentje neer. Nog één. Oh, wij moeten naar binnen. Wij moeten naar binnen. Ja, dit is niet fijn. Dit is niet fijn, jongens. Ja, ze spannen al meteen. Crap. Oké, ik wil toch nog even één ding proberen. Echt één ding proberen. Hello. And I'm down. Oké, super chill. Ze hebben eten gekregen. En ik hoef niet te zien of het is gelukt of whatever. Het gaat erom dat hun het nu hebben. Dus dat is chill. Right, wij hebben hier heel veel van. Heel veel. En hebben wij toevallig... Is die ook weg? Onze... wauw, hoe heet het ook weer? Alchemical... Was het... Nee, het was... Van Magical Crops. Ik weet alleen maar hoe het heet. Deze. Infusion Stone. Weak Infusion Stone. Die is denk ik ook weg, hè? Ik denk dat die weg is. Oh, met wat kon je het nog meer maken? Oh ja, met een Emerald kon je het maken. Logisch, die hebben we nog. Dus dat ga ik maar even doen. Want ik denk dat die weg is. Weak. Ik denk dat die al weg is, ja. Nou, oké, maakt ook helemaal niks uit. Ik ga gewoon een nieuwe maken. Als allereerst hout. Want dat hadden we nodig om een crafting bench te maken. Ja. Dat hebben we nodig. Gaan we dit weghalen en hopen dat ik niet helemaal naar beneden val. Want ja, niet schrikken. Bam. Hoppakee. Zit ik... Oh my god, Sam. Are you kidding me? Oké, ik ga er nog eentje maken. Right. Dat doe ik er gewoon op. Hoppakee. Lekker makkelijk. En dan willen we nu dit doen. Zo. Emeraldje erin. Hoppakee. Weak Infusion Stone. Als het goed is als ik nu zo doe, krijg ik toch Weak Essence? Nee, hoe krijg je ook weer Weak Essence? Ik heb hier wel vet veel. Weak Essence. Dat stipje. Oh, het waren er gewoon minder zelfs. Hoppakee. En daar willen we ook heel veel van maken. Echt heel veel. Want dat hebben we natuurlijk nodig. Hoppakee. Zo, Weak Essence. And there we go. Nice, daar hebben we echt ontiegelijk veel nu van. Hebben we nog wat over toevallig? Ergens random in een chest verstopt. Nee, ik zie van niet. Dus hoeveel hebben we er nu in totaal? We hebben nu 2 stacks. Wow, dat is echt superveel. Nice, maar wat kunnen we hiermee maken? We moeten natuurlijk weer gaan upgraden. Want, nee, we willen geen Master Infusion Stone maken. We willen Regular Essence willen we gaan maken. En hoe maken we Regular Essence? Moeten we als het goed is eerst upgraden in Fusion Stone. Als het goed is moeten we dan eerst een Regular Infusion Stone. Oh, dan moesten we Coal hebben. Dat was ook zo. Dan heb je heel veel Coal Essence hebben we nodig. Hebben we dat? Dat is nu de vraag. Ja, dat hebben wij. Oké, nice. Betekent dat wij dit ook kunnen upgraden. Poef. Poef. Hoppakee. Regular Infusion Stone. En oh ja, deze bewaarde je natuurlijk. Dat was ook zo. Daar kreeg je ook vet veel van. Nice. En als we nu dit doen. Als het goed is. Krijgen we dan. Regular Infusion Stone. Of Stone. Regular Infusion. Regular Essence. There we go. Dan krijg je dat. Dus dat is super nice. En uiteindelijk als je dan deze... Moet je dat weer doen. Hoppakee. En dan wordt het elke keer zo groter. Alleen, ik heb nu een... dus zo'n Regular Infusion Stone. Oh my god, ik klik dan weg. Infusion Stone. En wat kunnen we daarmee dan precies doen? Dat ben ik gewoon weer vergeten. Wacht, wij hebben nu een regular, toch? Ja, regular hebben we. Waarom staat hier dan nog steeds... Oh, van weak naar regular. Oké, maar dit oké, je moet niet kijken. Recht maar eens op. There we go. Wat kunnen we hier allemaal mee maken? Regular essence kunnen we maken. Glowstone, obsidian. Wat willen we gaan farmen? Oeh, dat is ook wel heel erg vet. Ik denk dat we gewoon moeten doorfarmen voor... Nee, we moeten één van deze hebben. Ik denk redstone is toch wel heel handig. En hoe...
maken we deze redstone dingen dan? Dat is nu de vraag. Hoe maken we die redstone dingen? Essence of redstone. Hello? Hello? Essence of redstone. There we go. Ik denk niet dat het gaat werken. Nee, zie je, het kan niet. Hoe kom je aan essence of redstone? Ik weet het niet. Regular essence. We gaan even kijken of we hier wat mee kunnen maken dan. Ja, je kan alleen dit mee maken. Oh, kijk, hier. Zo was het. Nice. I can remember. Wat is dit? Seed bag. Plant seeds 4x4. Oh, dat is ook heel handig. Right. We hebben dus gewoon even wat essence seeds nodig. Hebben we dat? Dat hebben we wel als het goed is. Dus laten we dat maar meteen even gaan pakken. Ik haal het gewoon even hier vandaan. Want als het goed is heb ik er hier twee neergelegd die hier eigenlijk helemaal niet thuis horen. Dus pakken we deze. En dan moet ik even wat redstone pakken. Nou, redstone zoals jullie al weten. Wow. What the hell? Kunnen we deze killen vanaf hier? Nee, kunnen we niet. Redstone zoals jullie weten hebben we echt te veel gewoon van. Dus dat is super nice. Hoppakee. En als het goed is heb ik nu genoeg. Dus dat denk ik. Kijken. 4 redstone. Ja, als het goed is hebben we genoeg. Nice. We kunnen er 4 van maken. Dus dit moeten we ook weer gaan farmen. Oh my god. Get out of my way. Woo! Die vloog gewoon echt heel ver weg. Hebben wij een ho nog? Ho. Ik denk dat we geen ho hebben. Die gaan we maar even maken. Snel even een wooden ho gaan we maken. Hoeft niet echt extreem uber goede ho te hebben. Ja, het is maar even dat ik even een paar dingen weg moet halen. Dus dat is niet zo super moeilijk. Zo, hoppakee. There we go. 1, 2, 3, 4. Heel easy. Die gaan lekker groeien. En dat is super nice. Dan wil ik even kijken ook hoeveel XP ik hiervan krijg. 2 XP, of 2 levels. Wat natuurlijk ook super nice is. En dan wil ik even kijken hoe dit gaat. Dit gaat natuurlijk helemaal niks gewoon. Gewoon helemaal niks. Oh ja, water. Die buckets die zijn ook weg natuurlijk. Hè? Ja, goddammit, die buckets zijn natuurlijk ook weg. Vervelend. Maar ja, niks aan te doen, hè. Dan gaan we gewoon even lekker veel buckets maken. Hoppakee. Nog meer buckets. Hoppakee. Ik had echt vet veel buckets. Ik had er denk ik 12 of zo. Wellicht meer. En je hebt er ook heel veel nodig. Zo en zo. Dan gaan we even helemaal omlaag. En hier heb ik trouwens nog nooit... Tenminste, ik ben hier geen lava tegengekomen. Ik ging het altijd bij mijn oude vertrouwde huisje ging ik het halen. Maar ik moet even kijken of we hier dan wel lava kunnen vinden. Ergens. Het zal toch niet zo moeilijk zijn. Ik hoor water. Water. Maar dat willen we niet. We willen geen water. Iedereen haat water. Nou, niet iedereen. Want water is best wel nice. Ja, toen gingen we zo. En richting de kahaan is die kant op. Dus wij willen gewoon even die kant op graven. Ik denk dat het wel veilig is. En we komen water tegen. Wat is dit? Oh, hey, lava. Nice. Ja, je hoort mij niet klagen. Poef. Alright, dan weet ik ook weer dat hier lava zit. Wat dan natuurlijk ook super nice is. Maar waar kom ik uit dan? Ik kwam hier. Hier kwam ik vandaan. En als we hier doorgaan, kom ik gewoon... Als ik hier rechtdoor ga, kom ik er dan direct uit? Ik denk het wel dan, toch? Ja, kijk, dan kom ik er gewoon direct uit. Dat is super nice. Kunnen we gewoon zo hier omkeren. En dan kunnen we gewoon zo verder. Dit is echt super gunstig. Want dan weet ik ook waar ik al mijn lava dus vandaan kan halen. Wat super nice is. En dat hebben we echt nodig. Oh, hier zat ook nog 8 saplings in. Dat is ook super nice. Oh, dat moeten we natuurlijk rustig aan doen. Anders gaat het glitchen. Zo, nou, dan hebben we genoeg lava. Kunnen we dat weer allemaal hierin gooien. En dan kunnen deze dingetjes ook weer even chill werken. Als het goed is, past er best wel veel in. Oh. Is het nu al vol met 4 buckets? Oké. Oh ja, dat klopt trouwens wel. Want dan moeten we even zo doen. En dan gaat hij vet snel. Gaat het er vet snel ook vanaf. Dus dat is super nice. Nou ja, niet echt nice. Waarom doet deze het niet? Kom op jongens, work. Hij krijgt niet eens... Wat is dit? Er komt niet eens power in. Time remaining. Oh, ik zie het nu hoe dit werkt. Nee, wacht. Ik begrijp het nog steeds niet. Maar deze neemt nu al het energie in, of niet? Deze neemt al het energie gewoon in. Dus deze krijgt gewoon geen genoeg energie. Wat eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Maar mijn vraag is nu, kunnen we ook gewoon een blok of redstone erin gooien? Want als dat kan... Oké, dat kan niet. Nee, dat had ik al natuurlijk getest.
God damn it, Sam. God freaking damn it. Oké, we hebben hier nog lekker veel oak saplings, wat natuurlijk super nice is. Dat kunnen we ook maar even daar pleuren. Dan krijgen we nog meer wood. En hier kunnen we gewoon even chill een, gewoon een tree farm maken. Anders moeten we ook niet de hele tijd naar beneden, wat natuurlijk heel erg irritant is. We gaan gewoon lekker veel eten maken, wat ook heel erg belangrijk is. Hier zo met de juicer. En dan gaan we even kijken hoe ver we precies kunnen komen. Hey, wil je niet op me schieten? Vind ik niet leuk. I do not like that. En ik wil toch maar... Oh my god, wat een irritant beest. Dat is ook geen normaal, dat is een golden rembora of zo. Die zijn sterker dan normaal, denk ik. Maar, niet zo sterk voor mij. Oh, hij is dood. Wat dropt hij? Pew, pew. Oeh, slimebal. Oh my god, ik dacht dat je een enemy was. Hij dropt een wat? Een potion gland. En ik vraag me af of je daar ook dingen mee kan maken. Een potion gland. Kunnen we hier dingen mee maken? Ja, je kan van die scepters kan je mee maken. En je kan een venom blade kan je maken. Wauw, oké, dat ziet er wel heel vet uit. Soul Glacier, use on a creature to add this to beastry. Deze gaan we maken. Deze gaan we maken. Oké. Okay. Fuck everything, guys. We gaan iets vets maken. Oké, ik ben al precies... Ik ben al helemaal vergeten weer wat ik nodig had. Gold. Diamond. Oké, okay, zo. Oké, dat is eentje te veel. Oef. Een diamond. En bones. En hebben wij bones? Dat is nu de vraag. Hebben wij bones? Hebben wij nog één bone? Nee. We don't. Want wat... Wat is dit nou? Beastry iets-achtig. Nou, als ik hier naartoe ga. Dan... You currently do not have any creatures added to your beastry. To discover new creatures, you must craft a soul gazer and use it on a creature that you find. Heel makkelijk gezegd dan. Als het goed is, hoort die creature bij je. Dus dan heb ik een pet. En dat zal super vet zijn. Dat zal echt super vet zijn. Jongens, ik wil jullie van harte bedanken voor het kijken van deze aflevering. Als je hem leuk vindt, vergeet dan even niet op het blauwe duimpje te klikken. Volgende aflevering gaan we dat even proberen. Gaan we proberen bones te collecten en gaan we dat gaan doen. Dat wordt echt super badass. Krijgen hier ook echt super veel oorschoon of super veel ingots van. Wat natuurlijk nog beter is. Check hoeveel we hebben, jongens. Ik ben hartstikke blij. Bedankt voor het kijken. Vergeet het blauwe duimpje te doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik zeg... Peace!